Goedenavond. Nou, zonder een microfoon kan ik het waarschijnlijk ook wel horen. Maar ik doe het zo, want als het goed is, is er nu ook een verbinding met de rest van de wereld. En kunnen ze ons vanavond allemaal volgen. Allereerst, hartelijk welkom. Dank dat jullie gekomen zijn naar de pletterij in Haarlem. Waar we straks Walking in the Opposite Direction laten zien. Film over het leven van Adrian Borland. Adrian Borland is mijn allergrootste held. Mijn naam is dus Jean-Paul Vermierlo, de producent van deze film. Waarom deze film? Ik ben dus van origine geen producent van films of whatever. Ik kom uit Den Haag en ik ben een rijksambtenaar en ik zit gewoon dagelijks achter een bureau. Maar ik ben wel helemaal gek van muziek. En ik zag de film Searching for Sugarman over het leven van Sixto Rodriguez. Dat moet ergens in 2012 of 13 geweest zijn. En toen had ik echt zoiets van, er moet gewoon een film over Adrian komen. Adrian die mij door de jaren 80 en de jaren 90 gesleept heeft. Dan wil ik iets voor terug doen. Hoe weet ik nog niet, ik ga het gewoon proberen. Vervolgens ben ik op een vriend van me afgestapt, Mark Waldman. Dus een filmmaker uit Zoetermeer. Die kende ik vanuit het jongerencentrum De Boerderij. En Mark had helemaal niks met Adrian Borland en niks met de sound. Die zei altijd tegen mij, heb je hem weer met zijn sound. Maar ik had Mark het beeld voorgespiegeld van hoe zou het gaaf zijn als wij gewoon een film gaan maken over Adrian. Ik zeg, jij hebt niks met de muziek. Ik heb daar alles mee. Ik heb niks met film. Daar heb jij alles mee. Dus we kunnen met elkaar heel goed aanvullen. Dat is gebeurd. Heel kort even. Plan van aanpak was, we gaan gewoon naar de vader van Adrian die nog leefde. En dan gaan we het hem voorleggen en vragen om toestemming. Nou, dat is allemaal gebeurd. We zijn toen heel snel gaan filmen in Londen, in het huis waar Adrian leefde. Om een crowdfunding trailer te maken. We moesten natuurlijk geld genereren. Het is allemaal gelukt. En allebei super trots. Na een heel lang avontuur en een aantal keren naar Londen afgereisd, stonden we daar op de ITVA in Amsterdam voor een volle Rabozaal van 500 man. Onze wereldpremière in 2016. Zo lang is die film dus eigenlijk al. En wat gaaf is het dat zoveel jaar na dato dat er nog steeds mensen interesse hebben om die film te komen zien in een zaal. Ik ben echt enorm blij mee en vervuld met trots. Nog steeds. Wellicht is dit wel een van de laatste keren dat we hem zeg maar aan publiek laten zien. Want hij is inmiddels ook op DVD natuurlijk. En wij laten hem jullie vanavond ook zien vanaf DVD. Adrian was dus mijn allergrootste held en is het nog steeds. Als ik zijn stem hoor, dan raak ik zeg maar zelf altijd ontstemd. Dat blijft gewoon altijd zijn werk doen. We hebben Bob gevraagd om eigenlijk het verhaal over Adrian te vertellen. Toen wij naar Wimbledon afreisden, had ik wel het vermoeden dat er wat was met Adrian meer dan wat hij probeerde te bezingen. Maar ik had nooit kunnen bevroeden, en Mark, de regisseur van de film, ook niet, dat er eigenlijk veel meer mis was met Adrian dan we konden bevroeden. Dus toen Bob dat verhaal begon te vertellen, begon onze film eigenlijk ook te leven. En hoe meer mensen we spraken, en we hebben heel veel mensen gesproken. En wat ook fijn dat we nu gewoon eigenlijk de film in Haarlem kunnen vertonen. Want Adrian, die woonde gewoon een paar jaar in Haarlem. En er zitten hier een aantal mensen in het publiek, die kennen Adrian veel en veel beter dan ik hem ooit zou hebben kunnen kennen. Er zitten echt vrienden van Adrian zitten hier in het publiek. En toen bleek eigenlijk dat Adrian een stoornis had waar wij ons niet van bewust waren. En na alle verhalen, wij hadden natuurlijk wel een script van we zouden een best-of film maken over Adrian Borland en de sound. Maar toen kwam eigenlijk meer, het werd steeds tragischer. En uiteindelijk werd de film gemaakt op de montagetafel door Mark Waldman, die jullie later nog zullen zien, want hij zal in het panel plaatsnemen. En er is deze film uit voortgekomen. Het is een heel avontuur geweest. Heel erg blij mee. Ik wilde jullie nog één ding meegeven. Alles wat in de film zit, is
is echt, laat ik het zo zeggen. De opnames die je ziet in het begin van de film, aan het eind van de film, van de kamer van Adrian, dat was Adrian's kamer. Adrian heeft die kamer ooit verlaten en hem zo achtergelaten. En Bob had hem ook zo gelaten. Dat zien jullie dus ook in de film. Het bed wat je ziet, was het bed van Adrian. En Bob heeft mij voor de allereerste keer gevraagd toen we bij hem waren van, Jean-Paul, waar wil je slapen? Ik zei, ja, wat denk je? Ik heb dus in Adrian's bed geslapen. Waarvan slapen was natuurlijk helemaal geen sprake van. Want ik heb gewoon alle laadjes opengetrokken en alle kasten opengetrokken. Ik wilde gewoon alles weten wat erin zat. Zitten twee of drie geanceneerde dingen in. Dat Adrian zogenaamd met een koffer door de stad zou lopen. En dat hij uit de auto stapt. Maar voor de rest, het is allemaal real. Nogmaals dank dat jullie hier zijn. Heel veel plezier met het kijken naar deze film over Adrian Borland. En laten we hem alsjeblieft nooit vergeten. Dank je wel. Goedenavond. We gaan nu even praten. En er ligt hier een klok, dat zien jullie niet. Maar er staat precies op hoe lang we mogen praten. En mijn naam is Peter Bruin. En ik zal niet te veel praten zelf. De film die we net hebben gezien, die is in grote lijnen in drie periodes te verdelen. De periode van de sound en dan de periode dat Adrian heel veel in Nederland was. En tenslotte de periode dat hij weer terug was in Engeland. En het dramatische einde. Ik wil toch even beginnen met het bekende voorstelrondje. En vooral aan jullie vragen om even te zeggen in welke periode dat je Adrian kende. Ik leerde Adrian kennen in 2014 door zijn val. Dus ik had hem echt nog. Ik ken Jean-Paul echt gewoon heel ontzettend lang. En elke keer kwam Jean-Paul bij mij thuis in Den Haag. Hey Mark, moet je luisteren. Adrian Borden. En toen zei hij, dat is allemaal helemaal niks voor mij. En toen hij die avond bij me kwam van, joh, we moeten een film gaan maken. Had ik dat ook nog. Maar toen ik met de film, toen we eenmaal bezig waren, toen ben ik er zo diep in gedoken. En nou ja, dat is zeg maar waar ik Adrian van ken. Peter? Ja, ik ken Adrian uit 1994. Ik zat er in het bandje Honger. En ja, daar kwam hij eigenlijk altijd naar kijken. En ja, daar ken ik hem eigenlijk een beetje van. En dan ging hij zichzelf uitnodigen en dan. Of ik zei, kom je eten? En dan wilde hij altijd. Dan zei hij ook altijd meteen van, ja, invite some people. En dat was altijd, als je hem uitnodigde, dan moest je een feestje geven eigenlijk. En dat werden dan altijd van die feestjes. En op een van die feestjes decompenseerde die eigenlijk. En toen moest ik hem naar Marco brengen. En we gingen wel eens opnemen op mijn atelier. Ja, ik ging dus gewoon een beetje met hem om. En die muziek van de sound, dat kende ik dan wel vaag. Maar ik was meer met Adrian bezig dan met zijn muziek eigenlijk in die tijd. Dat is, Marco, ik ben dus muzikant. En na die periode ben ik in de psychiatrie gaan werken. Dus ik ben ook psychiatrisch verpleegkundige. Dus ik zou eventueel ook nog wel wat dingen kunnen vertellen over, als er vragen zijn over psychiatrie in het algemeen. Maar ik heb hem daar nooit mee gemaakt. Dus ik heb hem nooit verpleegd. Marco, jij zit in de film. Wanneer heb je hem precies leren kennen? Precies was dat op 5 mei 1989, volgens mij. Het was het jaar van de bevrijdingspop op de botermarkt. Dus ik weet niet of dat 89 was, denk ik. 88 zou ook kunnen, ja. Nou ja, die dag. Hij heeft tot 93 redelijk veel bij mij gelogeerd als hij in Nederland was. Dus, ja. Zo. Mark, één vraag direct naar aanleiding van de film. Jij begint de film eigenlijk met die quote die door Bob heel nadrukkelijk wordt aangehaald. Left alone, I'm with the one I most fear. En dat komt ook echt een aantal keren terug. En uiteindelijk, als je de hele film ziet, ik heb hem een aantal keren inmiddels gezien,
wordt dat ook steeds meer voor mij de rode draad in die film. Was het, op welk moment werd dat voor jou die rode draad in de film? Of is het voor jou ook een rode draad in de film? We wisten, voordat we begonnen, wisten we maar, eigenlijk maar een paar dingen. Dat was dat Adrian, en dat hadden we van Adrian, van Bob gehoord, dat Adrian zijn vader en zijn moeder wilde vermoorden. En dat Adrian zelfmoord gepleegd had. Dat waren echt de dingen die we echt wisten. En daar hebben we zeg maar het stramien van de film heb ik daarop gebouwd. Van oké, op een gegeven moment moet dat mijn plotpoint zijn. En dan van daaruit gaan we dan verder. En alle mensen die we geïnterviewd hebben, die kwamen echt allemaal. Ja, die vertelden allemaal hun eigen verhaal. En dat wisten we niet van tevoren. Dus uiteindelijk is de film, wat Jean-Paul in het begin ook zei, die is op de montagetafel, heb ik die uiteindelijk gemaakt. Omdat er zoveel mensen zoveel verhalen vertelden. En het klopte, de puzzel begon in elkaar te vallen. Steeds meer tijdens de montage. En het mooie was dat we tijdens de montage ook nog wel gingen interviewen daarna. Dus weet je, als ik dan weer wat had, dat ik wat had van een draadje zoals dit, dan konden we wel weer aan iemand daarna vragen van, hey, wat kan jij hier wat over vertellen, weet je? Peter, die zei net dat je eigenlijk meer geïnteresseerd was in de persoon Adrian dan in de sound, of in de muziek, in de band. Mm. De film, naarmate ik hem dus vaker heb gezien, gaat ook steeds meer. Eigenlijk, er is nergens echt een analyse van de muziek in de film. Ervaar jij het ook dat deze film over de persoon Adrian gaat? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder verhaal. Ik bedoel, die krankzinnigheid die bij hem uitbreekt, die is natuurlijk heel erg verbonden met de muziek en de intensiteit ervan. Hm. Ja. Marco, kende jij de muziek, volgde jij op afstand de sound ook al voordat jij Adrian persoonlijk leerde kennen? Ja, ik was al zwaar fan, ja. Mijn vraag aan jou is dan, ik was zelf een enorme fan van het eerste album, Jeopardy. Ja. En die kwam echt uit in de tijd van de grote atoomdemonstraties, et cetera. Er stonden missiles op en meer van dat soort nummers. En nummers als I Can't Escape Myself, wat dus eigenlijk over zijn al aanwezige ziekte gaat, waar ik geen idee van had op dat moment, interpreteerde ik destijds, net als een beetje een groot aantal andere nummers, als, ik zei net er iemand ook, koude oorlogsnummers, anti-oorlogsnummers, anti-atoomnummers, zo interpreteerde ik eigenlijk het hele eerste album. Had jij dat ook? Of luister jij er anders naar? Nou ja, de teksten hoorden, dacht ik wel, hier heeft iemand wel problemen, zeg maar. En of die nou hulp. Ik dacht wel dat die van persoonlijke aard waren, ja. En niet dat ze het nou zo weer over de wereldproblematiek zou gaan. Of, nee. Ja, en het analyseren van de nummers wat je zei, het is niet misschien. Maar wat we wel gedaan hebben, is het analyseren van de teksten. Ja, ja. Weet je, dus ik heb heel veel, heb ik ook alleen naar de teksten gelezen. En dan gekeken van oké, waar gaat het over? Weet je, en soms als je dat hebt terwijl je muziek luistert, dan vallen sommige teksten soms misschien een beetje weg. Hè? En als je het leest, ja, dan komt het meer naar binnen. En dan kon ik er ook meer mee van oké, dit past wel heel erg bij deze periode. Dat komt omdat jij Adrian leerde kennen toen hij eigenlijk al overleden was. Precies, ja, maar in die dat tijd, is voor jou anders. Dat in die klopt. Tijd, eerste helft jaren 80, en die hele sfeer die er toen heerste, parallel met U2 en parallel met Echo and the Bunnymen en ook Joy Division, schreef in recensies bijvoorbeeld, schreef nog helemaal niemand over zijn geestesziekte. Dus ja, dat is wel een ander verhaal.
Jij laat hem ook nog, of de mensen die je hebt geïnterviewd, laat je praten over bijna de conspiracy-achtige ideeën die je op het laatst had over Bono en over U2. Maar het is een feit dat de sound in eerste instantie populairder in Nederland was als U2. Ja. En er zit een kleine stukje in de film van dat concert in Utrecht. Ja. En ik weet niet of je het hele concert hebt gezien of gehoord, maar naar mijn mening is dat een soort omslagpunt geweest voor de groep. Heeft een van jullie daar iets over te melden? Zijn jullie daarbij geweest, bij het concert misschien? Maar nee. Mijn vrouw wel. Ah. Misschien wil die er wat over zeggen. Maar dat weet ik niet. Het concert is later ook op cd uitgebracht. En dat is een krankzinnig concert. Echt, hij slaat compleet door. En hij begint ook het publiek uit te dagen. En fuck you, weet je wel, vinden jullie het nog goed of niet goed? En dan wordt er iets geroepen. Je kan niet horen op de plaat wat, maar dan begint hij echt op het publiek te schelden en zo. En toen dacht ik ook wel van, hier klopt iets niet. En kort daarna begon hij dus ook al over U2 in interviews en zo. Dat is altijd zo geweest. U2 zat hem wel heel erg dwars. Ja. Dat was, omdat hij populairder werd als hij zelf was. Ja. Those guys know me. Mm. Yeah. Maar het enige wat ik weet wat hij daar zelf over zei, over No Nukes, is dat hij verschrikkelijk dronken was. Maar ja, nou ja. Ja. Dat was ook wel te zien op het de beeld hier. Ja, en ik weet ook nog dat er van alles aan de hand was. Want er was iets met een backstage pass of zoiets. Want Julie die heeft dat verteld. Die was toen road manager. Dus daar was een hoop. Adrian voelde zich ook niet helemaal lekker. Sowieso, omdat er allemaal dingen gebeurden. Mm. Wat niks met conspiracies en wat dan ook. Mm. Maar het was een beetje gedoe die dag voor hem. Laten we eens een stapje maken naar de tijd dat hij hier veel in Nederland was. Je kon het ook heel mooi horen. Op het moment dat het woordje Leiden in beeld kwam... en de muziek die je op dat moment hoorde... die klonk totaal anders, vond ik, als wat je daarvoor in de film hoorde. En ook als ik thuis je platen uit... De muziek die hij na de sound maakte... zeker in die beginperiode met de Citizens... die klinkt een stuk luchtiger voor mij. Kun je daar iets over zeggen? Begrijp je hoe dat zit? Het verhaal van... mijn verhaal hierin is... ik was het verhaal aan het monteren over het leven van Adrian... En ik had van Jean-Paul alle platen gekregen. En die had ik gewoon allemaal, had ik die naast elkaar staan, van de eerste tot de laatste. En dan kon ik echt kijken, oké, wanneer zitten we? 1990. En dan haalde ik die cd, want ik had dan de cd's, haalde ik die cd eruit. En dan ging ik luisteren naar die nummers op die cd. En dan waren die nummers, dus Adrian wordt niet geïnterviewd in de film, maar over elke periode waar de film over gaat, al die liedjes die erin zitten, vertelt hij eigenlijk zelf in die liedjes precies hoe hij zich op dat moment voelde. Maar niet alleen de tekst, ook muzikaal, maar de muziek, vind ik dat muzikaal, stuk, ja. Dus waarschijnlijk, weet je, dat is dus muzikaal. Dat was een prettige tijd in zijn leven toen hij... dat was de tijd dat hij verliefd op Racy werd. En weet je, dus wat ik gehoord heb... Kijk, maar weet je wat wij gehoord hebben in de interviews die we gedraaid hebben... is dat hij was op de een of andere manier vrolijker. En ook daar in het begin hoor je ook geen rare verhalen van wat er gebeurd was... of dat er wat met hem aan de hand was of wat. En hij was verliefd en dat was het. Waarschijnlijk, dat weet ik niet zeker... maar waarschijnlijk kon Adrian gewoon een liedje in de avond schrijven. En dan, als je dan precies... heel erg verliefd ben en dat het leuk is en dat je je prettig voelt, dan schrijf je op dat moment gewoon een prettig liedje. En dat, hij moet het wel altijd prettig blijven zingen natuurlijk, maar dat lukte wel. Marco, jij had de sound al gevolgd en toen kwamen dus die platen met de Citizens, die eerste soloplaten. Ja. Heb jij die ook als luchtiger ervaren destijds? Ja, muzikaal wel, ja. Ja. Ja, die waren natuurlijk anders van sfeer en toon, ja.
Maar inderdaad, de teksten bleven net zo eerlijk en daarvoor dus. Misschien dat dat meer toch dus de muzikanten waren die, dat het, die het luchtiger maakten. Ja, en ik denk dat het klopt. Ja. Als hij vrolijk was, dan, dan zal hij ook vrolijke muziek hebben gemaakt. Kan dat wat met zijn medicatie te maken hebben gehad in die periode, denk jij, Peter? Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het meer met de muzikanten te maken heeft. Maar goed, op een bepaald moment is hij antipsychotische medicatie moeten gaan gebruiken. Dat zal iets met hem gedaan hebben natuurlijk. Maar of hij daarna vrolijker van geworden is, dat denk ik eigenlijk niet. Daar worden dat mensen, het tegendeel. Mensen worden daar juist van antipsychotische medicatie worden mensen gewoon vlakker. Hè? Dat is, dat zie je ook, dat speelt de hele tijd een rol eigenlijk in die film. Dat het moment dat hij op medicatie ingesteld moet worden, ja, dan krijgt hij daar eigenlijk een probleem mee. En dat is, ik had het met Mark daar ook over, van, die zegt van ja, hoe kan dat nou dat hij dat zomaar weg mocht uit de kliniek om een plaat op te nemen. Dan zie je ook dat hij dan voor de keuze gesteld krijgt van zijn psychiater. Die zegt dan van ja, u mag wel weg, maar dan moet u een injectie nemen. En dan krijgt hij een injectie. En dan, ja, dan zit hij eraan vast, want die injectie die werkt 3 weken. En dan kan hij ook niet meer met zijn pilletjes smokkelen. Maar als hij later dan weer de gelegenheid krijgt, dan krijgt hij later waarschijnlijk, mag hij pilletjes slikken. En als je pilletjes slikt, ja, dan kan je die pilletjes natuurlijk ook gewoon eventjes zo laten verdwijnen. En dat is uiteindelijk natuurlijk, dat is hem noodlottig geworden. Een aantal mensen in de film zegt, vooral in het begindeel van de film, dat Eden altijd met muziek bezig was. Dat dat belangrijker was dan al het andere voor hem eigenlijk. En jullie hebben alle drie gekend, ook in nabijheid. Was dat in jullie eigen aanwezigheid bij Eden ook zo het geval? Ja, als hij bij je langskwam, dan moest hij meteen die gitaar. En dan was hij eigenlijk gewoon. Je zei van kom je eten. En dan zei hij, nee, nodig maar wat mensen uit. Dus dan moest het meteen een feestje worden. Dan moest er meer mensen komen. Dan moest het gewoon. En dan zat hij de hele avond gewoon lekker op een rechtshandige gitaar. Hij kon op rechtshandige gitaar ook al die akkoorden omgekeerd. En dan was hij de hele avond lekker voor die mensen aan het spelen. Dus voor die mensen of voor zichzelf? Nee, dat was gewoon een soort geheel eigenlijk. Van die man die leefde die muziek. Dus ik bedoel, gewoon, dus als je gaat niet, kwam niet bij je langs en dan kon je met z'n tweeën gaan zitten en dan praten. Nee, je moest gewoon mensen komen, moest publiek zijn en dan gewoon lekker helemaal in die muziek opgaan en daar de hele tijd mee bezig zijn. En hij zat ook heel vaak te schrijven natuurlijk. Was dat bij jou, had je ook altijd een gitaar voor hem klaarstaan? Ja, hij moest altijd een gitaar hebben. Iedere dag moest er gespeeld worden, inderdaad. En hij ging dan. Hij schreef ook elke dag aan teksten en aan muziek. Dus dat, ja, altijd. Mijn laatste vraag, want er komt hier ook nog live muziek zometeen. Hoe tijdgebonden of juist tijdloos is volgens jullie de muziek van Eden? Of is dat pijnlijk om dat te beantwoorden? Dat vindt hij de tijdloze muziek. Ja. Dat blijft toch helemaal overeind zo. Dat is geweldig. Wat deed jij? Ja, ik denk het ook. Maar ja, weet je, de manier waarop de muziek gespeeld wordt, weet je, en de instrumenten die gebruikt worden, daarvan kan ik af en toe wel zeggen, ah ja, dat is die periode. Maar ik luister eigenlijk altijd alleen maar naar Eden. Maar dat, ja, weet je, dat komt omdat ik daar zo dik in heb gezeten. Dus als ik luister het niet vaak, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Want omdat het niet, weet je, vanuit mezelf komt, vanuit mezelf gekomen is. Maar als ik het draai, dan, ja, weet je, dan, het gaat gewoon er. Nou, laat ik het zo zeggen, die liedjes gaan gewoon allemaal ergens over. En dat vind ik echt, het is niet zomaar wat. Het is echt, hij geeft zichzelf echt, daar hadden wij het over. Die man die heeft zichzelf zo verschrikkelijk blootgegeven in al die liedjes. Maar, en echt, dat je denkt van jeetje man, dat je dat durft te zeggen.
Weet je, dat je dat durft te vertellen aan andere mensen. Hij deed het gewoon. Nu zeg je iets over de kwaliteit van de muziek. Maar ja, tijdloos, ja. Nou goed, tijdloos, ja, is okay. Natuurlijk ook dat andere mensen zich erin kunnen verplaatsen. Het is een liedje waar natuurlijk extreem particulier. Ja, nou, maar dan denk ik dus dat het heel erg tijdloos is, ja. Dat kan dan niet anders, want dit kunnen mensen over 200 jaar ook nog ervaren en op zichzelf kunnen betrekken op bepaalde vlakken. Als ik bij jou in huis was en je hebt die liedjes gehoord, had jij dan een persoonlijke connectie met die muziek ook? Op een of andere manier, want het ging natuurlijk over hem en over wat in zijn hoofd spookte. Ja, wat bedoel je precies met persoonlijke connectie? Nou ja, wat mensen tegenwoordig, vooral bij singer-songwriter, zeggen, het is alsof hij over mij zingt, weet je wel. Nou, dat kan ik me bij Edith nauwelijks voorstellen. Nee, het is precies wat Mark net zegt. Van, het was zo pijnlijk eerlijk altijd. En dat is ook, naar mijn idee, ook gewoon tijdloos inderdaad. Als iemand zich zo zijn ziel en zaligheid in ieder liedje weerstopt. Dat kan niet anders, denk ik, zijn dan tijdloos. Mm. Het is verschrikkelijk intens. Ja. Ik bedoel, als je er nu naar kijkt, dan dat hoort ook heel erg in die tijd. Maar wordt er op dit moment nog zulke intense muziek gemaakt? Ja, dat werd aan het begin van de film al gezegd. Ja. Ook instrumentaal is het verschrikkelijk intens. Vooral de sound dan. Op het moment dat je met de Citizens of met andere begeleiders... Ja, dat is anders. Dan wordt hij een singer-songwriter. Dan gaat het over hem en hij heeft begeleiders. Maar de sound is veel meer een eenheid. En dat is ook de muziek heel erg intens. Ja, dat klopt. Ik stel voor om te kijken of andere mensen de nummers van Adrian ook zo intens kunnen brengen. Ja, dat kan iemand. Mark Ritsema. Ken jij iemand die dat kan? Ik weet dat Mark Ritsema, die kan dat. Ik ken er maar één persoon. Ik ken er maar één die het kan. Dan stel ik voor dat we daar nu naar gaan luisteren. Dames en heren, Mark Ritsema. En ik wil je hartelijk bedanken. Goedenavond. Om meteen in de discussie te vallen. Ik denk wel eigenlijk dat de kracht van goede songs is, zelfs hele subjectieve songs die over jezelf gaan, dat juist de kracht ervan is dat je er iets in herkent of iets van voelt. Ook al is het misschien een uitvergroot iets van de schrijver zelf. Je moet er altijd iets van voelen, iets van meekrijgen. Anders is het misschien wel geen goed nummer. Nou, daar zit ik dan. There's an ocean of tears. The years before our happiness, moving mountains to that ocean, won't make that sadness any less. Counting the days towards our new construction, moving mountains by compulsion, the impulse that shocks us out of our long-time decision. Counting the days towards our love. Far apart in so many ways, like the way 5 hours feels like forever. It's in our hands to make our stands, move these continents together. Let's get together. He was with you like she was with me.
more than a best friend, a guiding light. Lessons learned, and now we have to burn our fires in the night. Counting the days towards our new construction. I'm moving mountains by compulsion. The impulse that shocks us out of our long-time decision. Counting the days towards our love. Across the ocean of tears, before the moving mountains disappear, well. My spirit's free. You won't get me. To the box your life is locked in. Your value system's broken down. See it blocked, the road it stopped in. And every day, the things you crave, make a play for my affection. Tell you straight, I won't be swayed. I'm walking in the opposite direction. They scream at me from flashing screens. They hassle me from city walls. These are other people's dreams. They don't resemble mine at all. And every day, the things you crave, play
for my affection. Tell you straight, I won't be swayed. I'm walking in the opposite direction. The stuff that you hold dear and high, how does it warrant such devotion? I think you've lost the reason why. Though you still carry on the motion, and every day the things you crave tell you straight, I won't be swayed. I'm walking in the opposite direction. Walking in the opposite direction. Dankjewel. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk ook heel sterk via fanaat Jean-Paul van Mierlo, ik ken natuurlijk wel de begindagen van de sound. Maar ik raak vooral ook steeds meer geïnteresseerd in Adrian Borland door Jean-Paul, mijn goede vriend. Ik mocht erbij zijn toen er een eerste grove vertoning, dus een soort van eerste montage werd vertoond in Rotterdam, in de Machinist. En waar ik vooral zeer van onder indruk was van, ik kende die muziek eigenlijk niet van na de sound. Hoe goed dat was, hoe goed die nummers zijn en hoe miskend ook natuurlijk. Want er zijn gewoon veel te weinig mensen nog steeds die het later werk van Borland kennen. Er zitten echt parels tussen. En het was vooral dit nummer ook wat ik ontzettend mooi vond en dat ga ik proberen voor jullie te spelen. It's there in front of you. But your courage stalls and lingers, and you're always so damn close. But it's like sand between your fingers. You've been busy wasting time. Fix your eyes upon the faker. Wherever this world goes, you're gonna be there 2 weeks later. And is there nothing there to stop you? Only memories to cry for. And you wish you had a life. At
At least somebody you could die for. Why don't you open up your eyes and go down to the shoreline? When you're out in that cool breeze, but don't you know that this is your time? And the crushing of the waves are the chances that weren't taken, but the noise inside your head, it's just the sound of your chains breaking. Yeah, yeah. And if you listen very hard, you get some right out of the wrong. And if you listen to your heart, you can hear the finest song. Singing, turn your life around, get up from the ground. The ocean has forgiven you, and you're free. Turn your life around. The ocean has forgiven you, and you're free. Turn your life around, get up off the ground. The ocean is forgiven you, you're free. Het was een mooie avond. Bedankt.